Hey mensen, Mark hier over Our Dynasty. Sorry dat ik wat moeilijk klink. Ik ben net wakker, last van mijn maag, al die dingen, maar we hebben wel rewards. Dus dat gaan we onder andere vandaag doen. Fijn dat jullie weer kijken. Een duimpje op deze video zou enorm gewaardeerd worden. En laat me ook zeker in de comments weten hoe jouw rewards waren. Dat is één ding, dat is één belangrijk ding dat je niet moet vergeten. Abonneer en zet die melding aan. Doe jezelf ook echt een plezier, trust me. Oké, we hebben Div Rivals Awards en we hebben Weekend League Awards. Bij Div Rivals ga ik dit keer voor de packs. Ik krijg nog mijn Div 4 Awards, omdat ik zeg maar de week begon in Div 4 en toen ging ik omhoog. Dus vandaar nog. We nemen de Untradeable Awards op aanraden van de mensen op Twitter. Moet ik het wel goed aanklikken? Zo. Div 4 Rank 1. Dat is wat we dan krijgen in ieder geval. Die kwalificaties kunnen boeien me natuurlijk niet, want die heb ik al lang. Dus dat zal me allemaal zorg zijn. En Gold 1 voor de Week Awards. Nou, ik heb nog geen nieuw team. Die ga ik maken naar aanleiding van awards. Ook dat hebben we via Twitter een beetje besloten. Want ik had zelf geen keuze. Althans, ik kon zelf geen keuze maken. Dus ik had zoiets van, we gaan het door Twitter laten doen. We hebben een heel ziek team in het week. We hebben Modric, Mbappé. Dus daar krijg ik er geen één van. We krijgen Sommer. En Koscielny. Ik weet dat ik Koscielny moet nemen. Als Arsenal fan. Maar Sommer heeft wel die 87 rating. En dat was, ik ga Sommer nodig hebben, sorry. Ik ga Sommer gewoon nodig hebben. Ik moet praktisch denken. Praktisch denken, mensen. Accepteer het. Alsjeblieft. Jesus Christ, this shit. Stel je voor, 30 Weekend League games, jongens. Had ik toch Koscielny moeten nemen net. Alright, we nemen Diego Jota dan, want die heeft nogal een geinig kaartje op zich. Vierste skills, vierste weak foot, hi. Het is geen eens een heel slechte kaart. Alleen, deze gaat het... Gaat nooit op het veld staan voor mij natuurlijk. Laten we hier wel duidelijk in zijn. Tenzij ik nog steeds geen team heb en een untradeable team wil gebruiken. En zelfs dan zou het heel lastig worden om mezelf zover te krijgen om hem te gebruiken. Oké, eerst megapacks. Megapacks zijn altijd best shit, toch? Ik bedoel, ik ga toch niks... Eén walkout in al deze packs is eigenlijk het enige wat ik wil. Want dat veel meer verwacht ik ook niet. We krijgen hier geen borden uit. Dan maakt het ook niet echt uit wat we krijgen. Want dat kan nooit heel goed of waardevol zijn. En dat dienen we te accepteren, dat snap ik. Moet gewoon mijn club aanvullen weer voor SBC's. Edgar Mendes heeft geen waarde. Laten we heel eerlijk zijn tegen onszelf. Ik ga waarschijnlijk nog wel de Alphonso Davies SBC doen. Reden daarvoor is, het is gewoon een belachelijk ziek kaartje. Hij gaat kennelijk eind februari een skills upgrade krijgen naar 4-ster skills. Hij heeft nu 3-ster. Dus dan zou hij 4-ster hebben. Hij heeft echt fucking zieke stat. Ik zal het zo laten zien. Het ding is nu ook, en je weet het gewoon. Ik heb 6 packs over. 245k's en 250k's en 200k's. Ik ga niks krijgen. Ik wil zeggen, het is wel zo. Maar kijk, Vince Polka is een leugen. Dan moet je moet niet geloven dat dat werkt. Dat is gewoon simpelweg niet zo. We krijgen dan Dost. Oh nee, we krijgen Depay. Die heb ik ook nog nooit gepakt dit jaar. Kijk, Vince Polka is een leugen. Dat is gewoon hoe het is. Kijk, ik weet dat je gelooft, net als wanneer je goud 3 rewards krijgt. Mensen geloven dat goud 3, dat je dan betere rewards krijgt. Alleen het ding is, je ziet alleen de goede goud 3 rewards. Hè. Je ziet niet de bergen aan mensen die shitty gold 3 rewards krijgen. We krijgen nu weer borden in ieder geval. Het is in ieder geval iets... Spaans, Centimid, wat Centimid? Wie is het dan? Oh, Trigueros natuurlijk, ja, dat is ook niet heel best. Smolov, de Feyenoord Legend, Elia, Feyenoord Legend in een bepaalde mate. En dan krijgen we nog met 250k's. Het is eigenlijk gewoon, oneerlijk natuurlijk, hè. Laten we heel eerlijk zijn. We krijgen een inform, though. Dat is mooi meegenomen. Wie is het dan? Kroatisch, Scam. Oh, Rebic. Oh, dat is wel geinig. Alhoewel, het is natuurlijk leuk als je Europa League kaart hebt. Die kan serieus nog wel een upgrade krijgen. Frankfurt is helemaal niet slecht. Alleen, kijk, ze in vorm is net niet. En met net niet bedoel ik zou hem nooit aanraken. Maar, het is een tradable in vorm. Nee, grapje. Het is untradable in vorm. Maar, het is nog wel steeds mooi meegenomen. Het is beter dan niks in ieder geval. Het is beter dan ik verwacht had. Laten we het zo zeggen. Dan wil ik zo nog wel even mijn dingen bespreken qua mijn team. Want ik heb natuurlijk... Heel goed aantal comments gelezen. Ik ga niet zeggen alle comments, want dat zou een leugen zijn. Braziliaans, RW, William. Prima, I'll take it. Eentje ook die ik bijna nooit pack dit jaar. Dus het is in ieder geval een stap in de goede richting. Payet, Radecki. Goeie 50k pack, I guess. In die zin. En het is niet het einde van de wereld. Oké, 200k's. 1 walkout in een van deze twee. Niet in de eerste in ieder geval. We krijgen... Ook geen inform, we krijgen wel borden, Doe, dus dat moeten we maar meenemen. Rui Patricio of Bernardo Silva, of Quaresma, dat kan natuurlijk ook. Prima, joh. Het kan me echt niet heel veel schelen. Kom op, zo, allemaal duplicates, zien we allemaal de transferlijst. Die verkoop ik allemaal gezamenlijk voor, waarschijnlijk maximaal ergens tussen de 5 en 10k. Geen walkout. Het is
het nadert ongelofelijke levels. Engels, keeper, Pickford again. Ja, die hebben we net in het vorige pack nog gehad. Dus ja, dat maakt niet heel erg uit. Oi. Soms vraag ik me dan af, hè. Nee, laat maar. Ik stuur ze allemaal naar mijn transferlijst en dan komt dat wel goed. Soms vraag ik me dan wel af, though, like, waar doe ik het voor? Naar de coins, oké, maar... Kijk, ja, wat ik wil kopen. Ik heb nu 50k meer dan dat ik er straks had. Ik had de coins kunnen nemen bij Div Rivals. Alleen, zelfs dan. Nou, het is zo bizar als je mensen een pack ziet. Nou, wat betreft de meest voorkomende comments. En ik ga mijn team nog maken in deze aflevering. Wel alleen overwegen of delen wat ik tot nu toe heb gezien. Kijk, de spam was heel duidelijk. Dat mensen wilden dat ik Dumfries hier zo had. Maar waarom is dit is zo in? Natuurlijk wil ik conceptspelers zoeken, daarom tik ik het in. Dat ik hier Dumfries zette, hier dan natuurlijk Frenkie de Jong. En dan, dan centerback, jezus, kan ik niet eens klikken man, daar heb ik wel moeite mee. Laat staan met goede awards krijgen. Frenkie de Jong hier nu, toekomstig Barcelona speler natuurlijk nu, dat is nu zeker. En dan hier wilde men de licht hebben. Ja, kijk, dat kan. Alleen, dan zit je met twee dingen. Het eerste is dat ik weer vastzit aan twee untradables. In de vorm van De Jong en Dumfries. De Ligt is een belachelijk goede kaart natuurlijk. Ik had de video van Koen Wijnand gekeken. Maar, you know, ik weet niet. Ik heb het gevoel van, dit is toch al wat iedereen gebruikt. Natuurlijk willen de mensen hier ook. En dat kunnen we ook niet missen. TS en Militao wilde men hier. Is ook een optie. Ik weet niet hoe duur Van Dijk kaarten zijn. Anders kan ik gewoon Alisson gooien. Want anders, wat moet je anders qua keeper, zeg maar. En dan voorin, ja, kijk, er is een kijk, ik kan Son erin zetten, hoor. Alleen, ik vind Son niet bijzonder goed. Zeg maar, meen ik oprecht, als ik zeg, deze Son-kaart vind ik niet bijzonder goed. Zeg maar, hij heeft redelijke stats voor mij. Het is allemaal Wicked League en Div Rivals met hem. Het is, ja, hij is niet bijzonder goed. Lacazette is wel leuk, hoor. Lacazette is leuk, want hij heeft ongeveer evenveel contributies. Hij heeft er één meer, maar hij heeft een paar wedstrijden meer gespeeld. Maar Lacazette is gewoon Arsenal-speler, dus die kan ik nog houden, maar deze Son is niet bijzonder goed. Zeg ik eerlijk. Best daarentegen wel, maar dat weet je. Ik zie jullie zo, als ik weet welk team ik wil. Alright mensen, mijn team is gemaakt. Ik heb 14 dingen op mijn transferlijst staan. Een paar random dingen die verkocht zijn. En een paar spelers die wel belangrijk zijn. Nainggolan, Zeko, Lopez, Quaresma. En daarna komen een beetje de minnows, de waardeloze spelers eigenlijk. Als we heel eerlijk zijn. Ik heb een team en ik ben fucking... Ik vind het fucking sick. Ik heb Militao erin kunnen krijgen. Ik heb Guendouzi erin kunnen krijgen. En daar ben ik persoonlijk het meest blij mee. Want ik ben gewoon zo fan van deze guy. Hij is zo fucking goed voor Arsenal. Dus ik ben heel blij met hem. Kostte me 500k. Maar dat kan me echt niet heel veel schelen eigenlijk. TS heb ik zijn normale kaart van. Want die had ik een tradable in mijn club. En dat bespaart me even qua coins. En Alisson geldt hetzelfde voor. Had ik al in mijn club. Dus dat scheelt me dan een beetje de kosten. Op den duur upgrade ik hem naar of ze invorm. Of ik gooi de Gea op 7k. Het is maar net wat me uitkomt. Militao hadden we voor 305.000 coins. Ik moet nog wel kermissystels kopen, dus ik ga hem anker geven. TS schaduw. Guendouzi is een lastig, want hij is natuurlijk een beetje een gullet gang member. Zoals de Futhead term altijd was. Dus ik weet niet wat ik hem ga geven. Eigenlijk is het best wel lastig nu ik het zo zie. Maar we verzinnen wel iets. Waarschijnlijk doen we, ik weet niet, backbone. Misschien gewoon anker. Anker zou wel slim kunnen zijn. En dit is hoe we het team gaan zetten. Alves hebben we natuurlijk al, dus die kan ik gebruiken. Die vind ik wel beter dan Arias natuurlijk. En het voordeel van dit team is ook, ik heb nog niks ingesteld. Ik kan wel custom tactics klikken, maar daar heb je niks aan. Kijk, met dit team kan ik 4-1-2-2 spelen. Ik kan 4-2-2-2 spelen. En ik kan 4-2-3-1 spelen. En dat zijn de enige informaties die ik een beetje beheers, zeg maar. Want kijk, Guendouzi, door hoe allround hij is, kan CDM staan, kan CM staan. Torreira, weet je natuurlijk, die gaat CDM staan. Ook al is hij wat klein, maar zie je mij boeien, hij is fucking goed. Hij is echt heel erg goed. Dus ik heb gewoon heel veel mogelijkheden met dit team. Of Fabinho heb ik trouwens ook natuurlijk gekocht voor 270k. Ik had net genoeg voordat ik zeg maar die gast op mijn transferlijst verkocht. Ik zat echt te kijken van red ik dit? En ik kon deze snipen dan. Dus aanhalingstekens voor 270. Dus dat is prima in mijn ogen. Ik ga hem geen schaduw geven though. Ik ga het er niet bij laten. Daar kocht ik hem mee. Ik ga hem anker geven om ook zijn jumping nog wat te boosten. Hij is natuurlijk wel redelijk lang. 1,87 is hij ongeveer. 6,2. Maar ik ben hier heel blij mee. Ik vind het behoorlijk ziek staan. Vooral ook weer Doozy gewoon, weet je wel. Gewoon man van Arsenal. 3 Arsenal spelers in mijn team. Son staat erin omdat
ja, hij is een van de weinige linksbuiters die ik heb. Ik zou 7 cams Salah kunnen doen natuurlijk. Maar Son heeft dan nog wel die 5-star weak foot. Dus daar kunnen we misschien nog wel wat mee. Ja, ik hoop dat we dit goed gaan doen dit weekend. Ik verwacht niet te veel, though. Ik denk gewoon gold 1. De reden dat ik daarvoor ga is... Ik hoor van mensen dat Alisson een beetje hit and miss is. Dus ik weet niet hoe dat zal gaan. En TS is prima. Is een prima speler. Je ziet het ook als zijn stats. Weet je, hij is high medium is goed. 5-11, prima lengte voor een fullback. En, oh weet je, dribbling stats goed. Passing stats goed. Zelfs shooting stats degelijk. Alleen, ja, ik weet niet of hij kwalitatief op kan tegen de wingers die er zijn. Weet je wel, een beetje als andere tegenstanders van mij best hebben. Die gaan er overheen met TS. Ja, de kans is dat het fout gaat. Dus we verwachten niet te veel, maar... We hebben gewoon iets anders, weet je wel. We proberen het een beetje andere spelers te gebruiken van tijd tot tijd, weet je. Zonder dat we te veel inleveren aan kwaliteit. En ik denk dat we hier wat leuks hebben. We kunnen nog doorsparen met dit team. We kunnen meerdere formaties spelen met dit team. We kunnen hier heel veel mee doen. Als jullie nou tactieken hebben van je zegt, Mark, probeer die eens. Dit werkt super goed voor mij. En je haalt regelmatig een lead of hoger. Laat me dat dan vooral weten in de reacties. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer bij een nieuwe video.